Zevende koers, Joop Zoetemelkprijs. Onder nummer 5, Sereste met Willem Steur. Joop Zoetemelk won de Tour de France, geloof ik, hè? Moet deze dit maar winnen. Hij kan er dichtbij zijn, maar er zijn in de tweede band natuurlijk een paar goede paarden. Ik denk dat hij van de eerste band verreweg wel de beste is, denk ik. Maar van de tweede band, Bisa Sandbergen, die Albert, zijn natuurlijk goede paarden. Wat heb jij met gras? Ja, nou, dit gras is natuurlijk anders dan gewone grasbaan. Een grasbaan vind ik gewoon gezellig. Ja, ik weet niet. Het is niet dat je paarden daar speciaal voor traint? Nee hoor. Dus ik train een paar gewoon in het bos allemaal. Deze ook, die Colt voor ook gewoon in het bos. Ja, misschien de natuur, dit zit dichter bij de natuur? Voor de paarden doe ik veel lekkerder in het bos trainen als op een baantje iedere dag. Dat lijkt mij tenminste. Maar een plekje voorin zit er wel in? Ik denk dat ik met z'n rest 3-4 moet er volgens mij in zitten. Succes Willem, dankjewel. Valse start werd veroorzaakt door nummer 6. We gaan het opnieuw proberen. Stand by. Start gevallen. De paarden zijn gestart en we zijn onderweg. En het is na de start aan de buitenzijde. Daddy Cool, die probeert de leiding te nemen. Aan de binnenzijde zien we Lady Gaga. Lady Gaga voor Daddy Cool. Aan de buitenzijde komt ook Serest naar voren. Vierde positie is voor Chris Sandersman. En in vijfde stelling kunnen we dan Bizar Zandbergen situeren. Op een drietal lengte daarachter volgt Albert, die gevolgd wordt door Sessa. Twee lengte Andrea Starleek, dan Tiptronic BN. En de rij wordt gesloten door Beauty Charisma. De paarden gaan uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Voor Lady Gaga. Dat betekent uitschakeling en de deelnemers zijn halverwege de bocht. En Serest heeft de leiding. Serest leidt, Daddy Cool op de tweede plaats en twee lengte daarachter volgt Bizar Zandbergen. Wat verder weg is het dan Albert en achter deze paarden volgt dan Sessa. En zo gaan de paarden over de zandbaan en dat loopt voor iedereen helemaal goed. En halverwege de rechte lijn overzijde leidt Serest nog altijd voor Daddy Cool en Bizar Zandbergen. Wat verder weg Albert, Sessa, dan Andrea Starleek. Achterstand is er opgelopen door Chris Sandersman. En een tweetal lengte daar nog achter volgt Beauty Charisma. En ook Tiptronic BN, die is eerder laatste dan eerst op dit punt. En zal heel wat moeten laten zien, wil hij de leiders nog terughalen. We zijn inmiddels einde overzijde en gaan de laatste bocht in. Met onveranderd Wilsteur en Serest aan de kop. Op de tweede plaats is het dan niemand minder dan Daddy Cool met André Bakker. Bizar Zandberg en Rob van Toor die liggen in derde stelling. Dat zijn op dit ogenblik de aanvoerders, waarbij ook Andrea Starleek wat dichterbij komt en Albert in de probleem is. Als de deelnemers dan halverwege... Uitgeschakeld nummer 9, galop nummer 9. Ook Albert is uitgeschakeld als de paarden halverwege de bocht zijn en Serest nog altijd een lengtevoorsprong heeft op Daddy Cool. Serest Daddy Cool, maar Bizar Zandbergen die lijkt het grote gevaar voor de leiders. Ook Andrea Starleek die spreekt nog een woordje mee. En ook Sessa die heeft zijn laatste noten nog niet uitgespeeld. En de paarden zijn in de laatste rechte lijn 550 meter nog te gaan in de Joop Zoetemelkprijs. En Serest leidt uitgeschakeld nummer 8, galop nummer 8. De 8 Bizar Zandberg is uitgeschakeld en het is Serest die leidt. Maar Andrea Starleek komt dichterbij en ook Sessa die meldt zich in de front rank. En Sessa die opent de aanval nu op Serest daar tussendoor. Andrea Starleek, Daddy Cool heeft geen meter te veel gelopen. En probeert ook nog een partijtje mee te blazen. Zo gaan we dan de laatste 200 meter in. En de leiding is overgenomen door Sessa. Serest aan de binnenzijde vecht terug, maar Sessa heeft de overhand. Sessa die heeft de leiding en die gaat op weg naar de overwinning. Sessa wint het, Serest wordt tweede. Andrea Starleek derde. Vierde is Daddy Cool.